En wij organiseren deze masterclass samen met NEL, het National eHealth Living Lab. En ik heb dus de eer deze eerste masterclass in een reeks van 4 te modereren. En die gaan over actuele ontwikkelingen in e-health en het belang van inclusiviteit. E-health biedt mooie oplossingen voor actuele uitdagingen in de zorg. Maar natuurlijk moeten we er dan wel voor zorgen dat dat voor iedereen gaat werken. Dat iedere Nederlander er gebruik van kan maken. E-health for all. We gaan in deze masterclasses in gesprek met koplopers, gerenommeerde experts op sociale en technologische innovaties. Hoe kijken zij naar inclusiviteit? Wat is hun visie? Welke kansen zien zij? En ook eventueel welke beren op de weg? Deze eerste keer is straks het woord aan Nico van Meteren. Behoeft denk ik geen verdere introductie. Nico is algemeen directeur bureau topsector Life Sciences en Health en ook hoogleraar bij het Erasmus Medisch Centrum. En Nico zal ingaan op het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet Rutte 3 en hoe we ervoor gaan zorgen dat iedereen daar de vruchten van kan plukken. En dus wat is er nou nodig om e-health te ontwikkelen die effect sorteert bij iedereen en ook voor mensen die digitaal minder vaardig zijn. Na de presentatie van Nico volgt nog een Q&A. Dus zet vooral al uw vragen die u altijd al wilde stellen aan Nico op de chat. Voordat wij gaan luisteren naar Nico van Meteren, geef ik eerst heel graag het woord aan Patricia Heidenrijk, directeur-bestuurder van Faros, die u zal meenemen in onze visie op e-health. En ik wens u een prettig en inspirerende masterclass toe en tot later. Dank je wel. Dank je wel, Robert. Ontzettend fijn dat er zoveel interesse is in het onderwerp en dat jullie allemaal tijd vrij hebben gemaakt voor dit webinar. En inderdaad, voordat ik aan Nico het woord geef, neem ik even kort mee in de visie die Faros heeft op e-health. We weten allemaal, gezondheid is het allerbelangrijkste dat je hebt. Maar als iemand niet de juiste informatie over gezondheid of zorg heeft, of die informatie niet goed begrijpt of kan toepassen, dan wordt hij eerder ziek en gaat hij eerder dood. En bijna 2 jaar corona heeft dat weer eens extra duidelijk gemaakt. Maar helaas, ook al voor corona, wisten we dat er een gezondheidskloof is. En wisten we dat laaggeletterden of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden gemiddeld 15 jaar eerder ziek worden en 6 jaar eerder doodgaan. Het goede nieuws is dat we weten inmiddels dat we iets aan die gezondheidskloof kunnen en moeten doen. En gelukkig zijn er ook een aantal positieve ontwikkelingen. En e-health is er daar één van. En we zien ook dat de digitalisering van de zorg steeds meer toeneemt. En dat heeft corona ook nog eens een keer versneld. Massaal zijn we in no time overgeschakeld naar een digitaal leven, wat we van tevoren nooit hadden kunnen bedenken. En zo ging dat ook in de zorg. Door de lockdown werden we gedwongen om te gaan beeldbellen, gingen we voor online consulten, leerden we online afspraken maken voor bijvoorbeeld testen en vaccinaties en kregen we te maken met apps zoals de coronamelder en nu dan de coronacheck. En we zien ook dat e-health nog echt veel meer kansen biedt. Zo zien we dat er patiëntenportalen komen, waarin het handig is om als patiënt je informatie nog eens rustig na te lezen of informatie op te halen. En waar zorgverleners informatie in kunnen stoppen. Dat zorgt natuurlijk voor echt heel veel efficiëntie. Digitaal gaan bespaart ons ook reistijd en wachttijd in de wachtkamers. En via chats kunnen we echt al heel veel oplossen. We weten dus dat digitalisering kosten kan besparen en we weten ook allemaal, denk ik, hoe groot de uitdaging is voor de zorg om die kosten te gaan besparen. En we weten dat apps kunnen bijdragen aan zorg op maat. Meer persoonsgericht en gedifferentieerd naar behoeften van mensen. Maar dan even terug naar die grote groep Nederlanders, waar ik over begon, waarvoor informatie over gezondheid en zorg nu nog helaas onvoldoende toegankelijk is. Als het gaat om e-health staat deze groep helaas nog heel vaak buitenspel. Voor heel veel mensen is e-health nog niet toegankelijk en niet begrijpelijk genoeg. En over hoeveel mensen heb ik het dan? En wie zijn die mensen? 29% van de Nederlanders, 1 op de 3, heeft beperkt gezondheidsvaardigheden. Dus dat betekent het kunnen lezen, het kunnen begrijpen en toepassen van zorginformatie. Bijna 1 op de 5 mensen heeft beperkte digivaardigheden. Dus ze hebben niet de vaardigheden die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van e-health. Helaas gaan ook heel veel toepassingen nog uit van een hoge mate van zelfredzaamheid. En we zien dat als e-health toepassingen al getest zijn,
dat helaas nog te vaak gedaan is bij hoogopgeleide mensen zoals jullie en ik. Denk bijvoorbeeld nog maar even aan de QR-code die je nu krijgt als je gevaccineerd bent of een test hebt gedaan. Behalve de, zeg maar, de enorme kloof die er bestaat tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn, is er ook een enorme kloof tussen mensen die de QR-code wel en de QR-code niet kunnen gebruiken. Simpelweg omdat ze geen idee hebben wat de QR-code is, hoe je hem op je telefoon krijgt en hoe die dan werkt. We zien helaas dat het al vaak misgaat in de ontwerpfase. Vaak wordt met veel pijn en moeite een app gebouwd en kost ongelooflijk veel werk om hem daarna weer aan te passen. Het is dus belangrijk om aan de voorkant na te denken hoe je een app bruikbaar maakt voor iedereen. Dus ruim voordat we gaan bouwen en voordat professionals en patiënten ermee moeten gaan werken. Mijn oproep is dan ook, laten we die doelgroep opzoeken voor wie we nog vaak een blinde vlek hebben. En laten we met hun om tafel gaan om iets te maken wat geschikt is voor iedereen. En ik denk dat we dat moeten doen voor, tijdens en na de ontwikkeling van apps. Het vraagt een inspanning en we zijn er niet gewoon. En misschien kost het aan de voorkant zometeen wel extra tijd. Maar uiteindelijk ontwikkel je iets wat voor iedereen en door iedereen gebruikt kan worden. En denk nou niet dat minder digivaardige mensen niet op het patiëntenportaal of een beeldbellen zitten te wachten. Ook voor hen is het ontzettend fijn om in je eigen omgeving rustig nog eens informatie te kunnen nalezen. En zonder de stress van een ziekenhuisbezoek een gesprek met een arts te voeren. Alleen hebben ze meer hulp nodig om er gebruik van te kunnen maken van deze toepassing. Dus we moeten zorgen dat ze geschikt zijn. En we moeten kijken of we ondersteuning kunnen bieden als ze gebruikt worden. Ik vind een heel mooi voorbeeld dat praktijkondersteuners vaak cliënten of patiënten helpen om iets klaar te zetten. Of dat er telefoonnummers beschikbaar zijn waar je naartoe kan bellen om ervoor te zorgen dat je de app dan op je telefoon kan krijgen. Het is belangrijk om niet over maar met deze mensen te praten. En ik weet zeker dat Nico daar in zijn masterclass zo meteen heel veel over gaat vertellen. We willen voorkomen dat mensen ziek worden. En we willen dat mensen die ziek worden de juiste zorg krijgen. We willen zorg efficiënter maken en de kosten drukken. En ik ben ervan overtuigd dat digitalisering echt een positieve bijdrage kan leveren. Maar alleen als die digitale zorgverlening apps en websites toegankelijk zijn voor iedereen. E-health voor iedereen betekent dan ook hopelijk minder gezondheidsverschillen. En het betekent bouwen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. En waar iedereen kansen krijgt op een lang en gelukkig leven. Ik geef nu heel graag het woord aan Nico. En hij zal nog veel meer de diepte ingaan over wat er nodig is om e-health inclusief te maken. Dank jullie wel en ik wens jullie een mooie masterclass toe. Dankjewel Patricia en dankjewel Robert. Jullie hebben al meteen de lat hoog gelegd voor deze masterclass. En het zou ook betekenen dat ik dan de master ben. Dus zet je maar schrap. Ik kijk eventjes eerst rond wie er allemaal zo al in de Zoom zitten. Toch een hele grote club. Ingrid van der Elsten, jij bent van Faros, hè? Ingrid? Even kijken wie er nog meer zit. Ingrid is van Faros. Eline, ik zie een Eline. Waar ben jij vandaan? Van welke organisatie? Eline? Of kunnen jullie niet unmuten? Oké. Ik ben gewend om heel erg interactief te gaan. Dus zet je schrap. Maar dit is eenwegverkeer. Even kijken, nog verder kijken. Jari Buter, kan jij vertellen waar jij vandaan komt? Ah ja, als ik het zo goed te verstaan, dan kan ik dat wel even doen. Graag. Ah, super. Ik werk voor coöperatie VGZ. Ik zit in een onderzoeksteam dat gaat kijken hoe wij als VGZ ook bewuster bezig kunnen gaan met gezondheidsverschillen. We hebben natuurlijk best wel een grote rol als zorgverzekeraar in Nederland, ook voor deze groep mensen waar Patricia het net over had. Dus vandaar dat wij ook Jari, met deze. Jari, mag ik meteen? Ik ben een hele strenge meester. Oké. Alsjeblieft niet meer iets voor die mensen betekenen, maar met die mensen. En dat lijkt maar een heel klein verschil, maar het is een wereld van verschil hoe we gaan acteren in de toekomst. Voel je meteen wat ik bedoel, of niet? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Inderdaad, de oplossing niet voor de mensen, maar met de mensen ook ontwikkelen.
Ja. Sterker nog, ik ben ook een beetje hoogleraar aan het Erasmus MC. Laat ze het daar maar niet horen. Ik ben ook een beetje hoogleraar. Maar vanuit mijn beetje hoogleraar, ik betrek geen patiënt meer bij mijn onderzoek. Nooit meer. Ik laat mij graag betrekken in hun leven om van hun te leren wat ik anders moet doen. Met. En dat is iets wat we allemaal moeten gaan leren. De verandering in de samenleving komt niet bij de ander. Die komt alleen maar van onszelf door zelf te veranderen. En wij kunnen heel vaak iedereen goed aangeven wat iedereen moet veranderen. Maar als we bij onszelf komen, geldt ook voor mij trouwens, is het verdomd lastig om ons gedrag vanuit ons systeem en vanuit bijvoorbeeld de VGZ, om ons eigen gedrag en onze eigen handelingsperspectief en mindsetting echt te veranderen. En als we dit voor elkaar willen krijgen, dan zullen we echt moeten beginnen bij onszelf. Wie durft daar tegen te spreken? Kom maar op. Jeetje, wat stil. Goed, ik heb ook een paar slides meegenomen. Maar ik zal regelmatig even van mijn slides weggaan. Eventjes weer jullie opzoeken. Want ik vind jullie veel interessanter. Het gaat namelijk er niet om wat ik allemaal kan vertellen. Maar veel meer van wat jullie kunnen bevatten, meenemen en wat jullie zelf denken. En misschien beïnvloed je mij dan nog wel. Ik ga heel eventjes beginnen met het begin. Het begin is dat er een beleidscontext is geschapen door het kabinet Rutte. Dat nu al een tijdje zit, heeft iedereen gemerkt. En die beleidscontext zijn dat er 4 grote maatschappelijke uitdagingen zijn. Deze is heel bekend, hè, voor iedereen. De energietransitie en de duurzaamheid. Het moet echt anders. Het Malieveld stond al geregeld vol. En vandaar dus ook dat landbouw, voeding en water echt anders moet. Niet alleen in Nederland, maar in de wereld. En op het gebied van veiligheid hebben we heel wat uitdagingen. Last but not least, logisch, gezondheid en zorg moeten anders. En er moet heel veel veranderen in Nederland. En in 2030, 2040 moet er een ander Nederland staan. En daar heeft dit kabinet het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid voor in het leven geroepen. En tot nu toe hebben we niks anders gemerkt dat steeds meer mensen, organisaties en instituten gaan daaraan meedoen. En dat doen ze voor gezondheid en zorg vanwege deze reden. Eén en al succes. Dus we doen het niet vanuit ellende, hè, die transitie voor gezondheid en zorg. We doen dat vanuit het succes. Moet je nagaan, deze 6 generaties, die moest je 100 jaar terug, moest je die photoshoppen. Toen konden we nog niet photoshoppen hoor, dus geen zorgen. Maar die moest je photoshoppen. En nu heb je ze min of meer alive en kicking in 1 snapshot bij elkaar. Dat is een enorm succes. 6 generaties die elkaar kunnen kennen. En de verwachting is dat we binnen 20 tot 40 jaar misschien wel de eerste foto's van 7 generaties alive en kicking bijeen hebben. Dat vergt wat en dat vergt wat vanuit succes. Dwars door die verandering van de samenleving, hè, van allemaal mensen die veel ouder worden dan we ooit hadden gedroomd, dwars door die veranderingen treedt ook de verandering van de technologie op, hè. Dat zie je hier. De inauguratie van de paus 2005 en hetzelfde feestje, maar een ander plaatje in 2013. Hier zie je wel een frontrunner die al bezig is, maar hier zie je de verandering. Technologie dendert de samenleving binnen. De grootste uitdaging zit hem erin dat de prijsopdrijving en de kostenopdrijving van het systeem, gezondheid en zorg, ligt voor 1/3 bij die toegenomen aantal ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En voor 2/3 komt dat door de enorme toevloed van technologie. Denk aan alleen al maar aan de mega hoeveelheden aan appjes die nooit de markt halen en die nooit gebruikt worden. Daar kan het NEL heel wat van vertellen. Ik heb van mijn collega directeur van het NEL, Niels Chavan, wel eens begrepen dat het zo'n 360.000 appjes zijn. En van die 360.000 zullen er ooit 5% misschien gebruikt worden. En van die
zullen hooguit 5% echt rendabel ook de markt bereiken. Een enorme waste of money, energy en intelligentie. Dus wij moeten veranderen, maar dat is de grootste uitdaging van ons allemaal. Mensen veranderen niet, ondanks technologie. En hier heb je in een nutshell, in één plaatje dus, wat een enorm succes. Technologie komt erin. De grootste opgave is niet de technologie, is de mens. De mensen en het veranderen van mensen. En daarvoor heeft VWS voor dit beleid en dit maatschappelijk thema 5 missies in het leven geroepen, waarbij 2040 de bedoeling is dat alle mensen in Nederland, en niet alleen de Nederlanders, hè, maar alle mensen in Nederland, 5 gezonde levensjaren erbij hebben. 5 gezonde levensjaren, dus niet per definitie 5 levensjaren, maar 5 gezonde levensjaren erbij. En dat vooral de mensen in de meest kwetsbare wijken en groepen, dat die minder kwetsbaar zijn en meer gezondheid hebben. En dat die verschillen tussen de hoge en de lage met 30% zijn afgenomen. En dit laatste is een enorme uitdaging, want het is wereldwijd nog nooit voor elkaar gekregen om de gezondheidsverschillen te doen afnemen. En zeker niet om die duurzaam te doen afnemen. En daarvoor doen wij nu opnieuw een appel op jullie. Verander eerst jezelf, je organisatie, je instituut en je systeem. En ga tegelijkertijd met de mensen aan de slag in hun context, in hun wijken en buurten. Leer van hun wat wij moeten doen. Ronald Nijssen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, het gaat wel goed. Snap je dat niet zij moeten veranderen, dat wij moeten veranderen? Ja, dat snap ik. wat zou jij morgen al anders kunnen gaan doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben op zoek vaak naar gemene delers. Dus wat mij zou helpen, wat Patricia al eerder zei, van hey, die mensen, en dan heb je die mensen, dat ben ik natuurlijk dan niet, maar die willen heel graag. En daar zat ik nu ook een beetje aan te denken bij jouw verhaal, zeg maar. Ik zou het heel inspirerend vinden om daar een geluid uit een andere groep te horen van ja, wij willen ook graag die verschillen verkleinen. Anders dan lijkt het zo'n beleidsdocument te zijn. Het ministerie van VVS wil dat. Maar ik zou het leuk vinden om dat op een keer samen te doen. Samen. Nou, ik zie onder, in mijn beeld zit onder jou, bijna recht onder jou, zit Cindy Hobart van Ozo Verbindzorg. En volgens mij is dat een digitale tool die echt de verbinding zoekt tussen het informele en het formele systeem en de cliënten, patiënten, bewoners. Heb ik dat goed, Cindy? Ja, klopt helemaal. En de uitdaging is om het met hen te doen. En dat hebben we nu 8 jaar lang gedaan. En het werkt heel goed. Alleen met hen betekent ook met de hulpverlener, met de cliënten, met het sociale domein, met het welzijn. Je haalt je heel wat op de hals, maar het resultaat is fantastisch. Ja. En Ronald, dat komt doordat wij niet meer in ons gebouw innoveren en valideren en allerlei dingen mooi ontwikkelen, maar juist in de samenleving. Dus niet meer out of the box, maar in de box. Dat betekent dus dat je eigenlijk vanavond al op bezoek kan. Zo had ik laatst gesprekken met de GGD in Dordrecht, waar een medewerker van de GGD zei, ik wil een half jaar in zo'n wijk en buurt gaan wonen. En niet om te gaan kijken, maar te gaan leren. En met die mensen te gaan werken. En zo zijn er vele voorbeelden waarbij al die beleidsdocumenten die er nu al zijn, en want heel veel beleidsdocumenten gaan over, ja, we moeten die gezondheidsverschillen slechten. Hè? De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie, de GGD, iedereen heeft het erover. En de actie die daarbij hoort, die weten we nog niet precies.
Maar in ieder geval is een van de acties om alsjeblieft niet meer out of the box, maar in de box. Ga er naartoe en leer van die mensen. Ga luisteren, ga kijken en weet ook dat deze mensen vaak niet kunnen articuleren wat voor behoeften ze hebben. Maar door te kijken en te luisteren, kan je wel erachter komen wat zijn hun directe behoeften en wat zijn de achterliggende vragen en vraagstukken daarbij. En de enige manier waarop je daarachter komt, ook voor jou, Jari, is ga eens echt een tijd lang in die buurten, zoals mijn PhD-studenten, master-studenten, maar ook postdocs allemaal weten, dat noemen we shadowen of schaduwen. Dan maken zelfs mijn medewerkers mee dat ik stil ben, 2, 3, 4, 5 uur, om echt te leren wat gebeurt hier nu. Wat is de interactie tussen de partner en van de patiënt of de bewoner en hun sociale structuur? Wat hebben ze zelf al voor oplossingen? En hoe kunnen we die oplossingen daarvan leren en ook die oplossingen verder brengen? Maar dan wel hun oplossingen en niet alleen onze oplossingen aan hun opdringen. En ik heb een heel mooi voorbeeld daarvan. Ik ga toch nog even terug nu naar mijn plaatjes. Want uiteindelijk moeten we ook nog op e-health terechtkomen. Even kijken, zit ik nou weer goed? Nee, ik moet dit plaatje hebben. Jullie zien nu het plaatje missies, gezondheid en zorg, hè? Ja? Ja. Nou, die gaan we gewoon eventjes, overslaan. Dat is helemaal niet interessant. Al die missies, die kan je gewoon lezen. Maar ik heb een plaatje eerst van... Hier kom ik straks nog even op terug, maar... Vanwege de vraag heb ik een plaatje van een... Dit is overigens een hoogopgeleide technicus, Robin Koops. En Robin Koops moet jullie allemaal bekend zijn of worden. Dat is een meneer die zelf diabetes heeft, diabetes type 1. En die zelf op een gegeven moment er helemaal klaar mee was wat voor oplossing hij door allerlei geleerden en bedrijven aangedragen kreeg. Die is gewoon zelf de schuur in gegaan, letterlijk zijn eigen schuur in gegaan. En die is daar gaan klussen met zijn technische intelligentie. En die heeft een eigen apparaatje gemaakt. Waarbij niet alleen insuline, maar ook glucagon opgeslagen zit. En waarbij die keurig netjes sensoren heeft gemaakt. En langzaamaan dit apparaatje heeft ontwikkeld. Tegen allerlei weerstanden in. Niemand kwam hem helpen. Hij heeft dat allemaal zelf moeten doen. Met een aantal collega's en vrienden. En uiteindelijk is dit apparaatje... is een bedrijfje ontstaan in Reda. Kan je allemaal opzoeken. Hij heeft wat financiering, onder andere van de topsector ook gehad. Om verder te ontwikkelen. En dit is nu het apparaatje in werking. Op de eerste mensen, niet patiënten, maar mensen met diabetes type 1. En wat nou het fraaie is, want nu komt het, er zijn de eerste mensen die ook, en dit is een mevrouw, ik zeg het toch maar eventjes, ze weet dat ik dit vertel hoor, dat zij tot de lage 6 groep behoort. En zij heeft eigenlijk helemaal nooit met zulke soort apparatuur gewerkt, maar zij doet dat samen met haar man, hebben ze geleerd om dat apparaatje van Robin te hanteren. En hebben ze samen vertrouwen gekregen. En hebben ze ook zo af en toe teruggegeven, dit snap ik niet, dus dat moet veranderen. En Robin is samen met deze mensen, is hij gaan doorontwikkelen. En wat er gebeurd is, is dat deze mensen waren met z'n tweeën een Siamese tweeling. Want deze mevrouw schoot heel veel hypo's. Zij hebben samen leren werken met dat apparaat thuis, voor haar gezondheid. Maar tegelijkertijd dorsten ze er steeds meer op uit te gaan. Eerst samen, nog steeds als Siamese tweeling. Maar de laatste tijd ook echt los van elkaar. En dat komt alleen maar doordat Robin zelf de problematiek ervaart en ondervindt. En zelf ook in de box is gaan doorinnoveren met deze mensen. En nu gaat het niet alleen over technologie, hè? Dit is ook sociale innovatie. Wat begrijpen deze mensen wel, wat begrijpen ze niet? Hoe creëren ze langzaamaan vertrouwen? Want je moet je voorstellen, hè? Deze mevrouw die had zo'n 700 tot 1000 hypo's per jaar.
Dus die was eigenlijk haar hele leven, dat vertelt ze ook, en Robin trouwens ook, die was het hele leven bezig met haar gezondheid. Nee, niet met haar gezondheid, met haar ziekte. Nee, niet met haar ziekte, met haar diabetes en met haar suikerhuishouding. En dan moet je voorstellen, als je 700 tot 1000 IPO's per jaar hebt, dat je dan constant, echt constant bezig bent met prikken. Moet ik weer eten, moet ik niet, en eigenlijk kan er niks buiten dat, bestaat er niks meer. En wat ze nu doet is echt, zo vertelt Robin dat ook, hè? Ja, het is nu net alsof ik moet tanken, zo af en toe moet ik ook tanken met mijn auto, en het enige waar ik aan denk is van zal ik morgen even tanken, nee, er zit nog genoeg glucagon en insuline in. Dus dat doe ik morgenavond. Daar heb ik tijd genoeg voor. En voor de rest heeft hij leren vertrouwen op de apparatuur. Deze mevrouw ook. En de meneer ook. En ze zijn er weer op uit. Ook los van elkaar. En zij is van een leven wat gedomineerd werd door technologie. En haar ziekte is zij nu weer helemaal los van haar ziekte aan het komen. En vertrouwen in een apparaatje wat heel af en toe even haar aandacht behoeft. Je kan je voorstellen dat dat leven is totaal anders geworden. En nu loopt de financiering van dit project af. En nu is het de vraag of ze dat apparaatje mag blijven gebruiken. Nou, het is een ramp als zij terug moet. Net zoals voor Robin. En wat dus nu gaande is, is om dit soort technologie. Maar zie hier doorheen, hè. Kijk niet alleen naar dat apparaatje, want dat apparaatje komt wel goed. Maar vooral de sociale en culturele veranderingen die om dit echtpaar en om Robin heen, dat is de belangrijke stap die wij gezamenlijk moeten doen. Juist door niet meer in de box. Ik zou ook Jari willen uitnodigen met je collega. Ga naar dit soort voorbeelden zelf toe. Niet je raad van bestuur, niet je investeerders. Ga er zelf naartoe en pak die emotie op. Pak de realiteit op. Wat daar gebeurt en hoe dat deze mensen kan helpen. En daarbij zorg ervoor dat die data die uit zo'n apparaatje komen, dat die burger of patiënt dat zelf kan begrijpen. Dat die niet meer 6 appjes heeft, eentje voor zijn gewicht, eentje voor dat apparaatje en eentje voor zijn suikerhuishouding en de andere voor zijn medicatie. Maar zorg dat die 1 e-partner krijgt die echt met hem schakelt. En dat betekent dus dat we het niet meer over e-health hebben. Maar al die appjes gaan in de back-office van die e-partner. En die e-partner communiceert met de burgerpatiënt. De technologie is er al lang rijp voor. Maar wij geven nog steeds e-health in allerlei appjes aan mensen. Ik zie zelf ook mensen. En dan krijgt een patiënt bij ons in het UMC, krijgt aan het eind van de dag, gaat hij naar huis met 2 of 3 appjes. Eentje om zijn medicijnen bij te houden, eentje om zijn gewicht bij te houden, en weer een ander om te stoppen met roken of zijn alcohol te matigen. Deze mensen kunnen en willen dat niet. Zorg er dus voor dat er ook e-health, al die appjes in de back-office zijn, en dat die schakelen via die e-partner. Een e-partner die echt het past bij het talent van die persoon. Van e-health dus naar e-stealth. Onder de radar die e-stealth stoppen. Dat kan omdat we steeds betere gezondheidsonderzoeksinfrastructuur hebben. Maar ook een nutsvoorziening data nu hebben. HealthRI. Kijk maar eens op de website. Dat staat voor Health Real Data, Real World Data Infrastructure. Dat is allemaal Engels. Dat zouden we eigenlijk helemaal niet meer moeten doen. Want dat snapt natuurlijk niemand buiten ons. Maar het is wel de weg waar langs we nu wandelen. En dat kunnen we alleen maar doen door op locatie te gaan. Maar het gaat er, wat ik probeer te laten zien met dit voorbeeld, is dat technologie is eindeloos. Maar is maar 25% van de oplossing. De oplossing zit hem in ons gedrag en onze interactie met de doelgroepen. En dat kan niet langer zo zijn dat wij dat vanuit ons bureau doen. Vanuit onze instellingen doen. Vanuit onze organisaties. Je moet in de box en in de box verandering brengen.
En dat de verandering begint bij onszelf door ervan te leren. Wat is daar nodig? Suzanne Mooren. Ja. Hoi, goedemiddag. Hi. Zeg eens wat. Hoi, hoor je mij? Ja, ik hoor je wel. Maar ik zeg eens wat. Wat denk je? Ja, ik zat te denken aan mijn eigen postdoc. Ik heb subsidie gekregen om samen met kwetsbare werkenden te kijken hoe we gezondheidsverschillen kunnen verkleinen, zodat ze geen rug- en nekklachten krijgen. En dan gaan we inderdaad, ga ik zelf en ook samen met studenten vanuit de HAN, samen met die mensen op de werkplek kijken wat nuttig is. Dus ik hoop dat dat aansluit bij jouw gedachten hierover. Ja. Maar ga niet alleen op één locatie kijken. Hè. We hebben ook zo'n gevleugelde begrip van langer zelfstandig thuis. Dat is ook zo'n rare uitspraak van hoogopgeleide. Wie wil er nou lang zelfstandig thuis zijn? Nee, mensen willen graag meedoen in de samenleving en ertoe doen. En meedoen in de samenleving is niet alleen thuis. Wie heel erg lang zelfstandig thuis is zijn veelal de eenzame. Dus wat ik jou zou willen adviseren, Suzanne, ga eens al die studenten, dat gaan we nu ook met de Hogeschool Rotterdam en de Haagse Hogeschool doen, die studenten gaan met die mensen mee. Ze gaan al mee naar de werkplek, maar dat bedoel je ook eigenlijk mee naar huis. Ja, ik denk dat je echt moet kijken, wat gebeurt er nou onderweg? Want het probleem zit hem niet in die werkplek alleen. Het probleem zit hem in, de werkplek maakt een onderdeel uit van het leven van die meneer of mevrouw. Ja. Weet je, Suzanne, wij zijn daar nu mee bezig, hè? Jullie kennen dat allemaal wel, hè? Van die plaatjes van de patient journey, dat ken je vast. Dat kent bijna iedereen hier wel. Moet je eens in de literatuur, ook die van mij, hè, kijken hoe wij patient journeys omschrijven. Dan zie je van die tekeningetjes, hè, met die mooie schema's erop. En dan is die patient journey van 2, 3 tot 6 maanden is 90% zorg. Als je dat plaatje uittekent, dan is 90% van dat plaatje, de patient journey is ingekleurd van zorg. Terwijl als je de tijd gaat berekenen, die mensen echt in en met de zorg doorbrengen, is het niet meer dan 3 tot 5%. Mensen zijn mensen in hun eigen context, ze leven daar, ze hebben daar hun historie, hun sociale interacties. En als je echt wil weten, wat gebeurt daar nu? Wat gaat daar mis? Wat gaat daar goed? Wat hebben ze zelf voor oplossingen? En hoe efficiënt zijn die oplossingen? Dan zal je niet alleen, ik vind het al heel goed dat je die werkplek kiest, maar dan zal je echt die patient journey echt moeten doorgronden. Ja. En hun historie moeten zien te vinden. En zo zijn er veel zaken die wij anders moeten gaan doen. En ik hoop dat jouw studenten de eerste plaatjes opleveren van een patient journey van zoveel maanden. En misschien moet dat dan wel de personal journey worden genoemd. Waarbij een reële blik is hoeveel zorg daar nou eigenlijk bij komt. En dat is heel weinig, gelukkig ook maar. Want anders was het helemaal onbetaalbaar. Maar dat geeft wel een reëler beeld aan allerlei zorgprofessionals, dat als je in de box gaat en gaat schaduwen, dat die patient journey echt totaal anders is dan dat wij vanuit de zorg altijd in die mooie plaatjes stoppen. Ja, ja, dat is wel een goede tip. En daar hebben onze studenten ook wel tijd voor. Dus dat kunnen we wel eens gaan realiseren. Ik hoop dat het voor iedereen een goede tip is. Hij is in ieder geval, vanmiddag is hij gratis. Dus ik zou zeggen, doe er wat moois mee. Dankjewel. Even kijken, zijn er nog meer zijn er mensen die nu al opmerkingen hebben of zeggen van ja, maar Vermeter, wat je nou vertelt is zo'n onzin? Mag hoor. Ik kijk nog even rond. Ik spreek gewoon altijd maar mensen aan, hè. Chantal Lapré. Ja, goedemiddag. Wat denk jij? Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken hoe het daadwerkelijk bij de mensen thuis gaat. Ik vind het heel belangrijk. Ja. Zou dat ook kunnen in jouw rol of in jouw positie, functie?
op dit moment ben ik niet werkzaam, maar ja, ik denk wel, ik vind het wel belangrijk om mee te nemen naar een functie die ik straks ga bekleden. Oh, nou, leuk. En deel dan ook je ervaringen met elkaar, hè? Want wij moeten allemaal van elkaar leren. Ik kijk even naar Jessica Langenhof, die ergert zich aan de wij-zij insteek. Ik begrijp niet helemaal waar je aan ergert. Jessica, kom er eens in. Vertel eens. Jessica? Ik probeer eventjes, Jessica... Je hebt het steeds over de wij professionals, zegt zij. Wij professionals. Ja, ik denk ook dat ze daar gelijk in heeft. Ik weet alleen niet helemaal wat ze bedoelt met haar ergernis. Want ik wil wel van haar leren welke ergernis we eruit moeten halen dan. Oké, ik kan Jessica niet 1, 2, 3... Jessica, ik zie jou nou. Kan jij even wat toelichten? Want dan kan ik ook even kijken of ik daar wat aan kan doen. Kan meedenken. Kan jij unmuten, Jessica? Oké. Zet jij wat op de chat dan? Ja, hartstikke goed, man. Even verder kijken. Edith Swinkels. Ja, hoi. Wat doe jij? En wat, vertel eventjes wie je bent en wat je doet. Ja, ik ben communicatieadviseur in Zoetermeer bij de Stichting Georganiseerde Eerste Lijnzorg. En het woord zegt het misschien voor een groot deel al. Ik ben betrokken bij de communicatie richting zorgprofessionals in de eerste lijn, maar adviseer hen ook over hoe ze met hun patiënten, met de inwoners kunnen communiceren, hoe ze hen kunnen betrekken bij datgene wat ze doen. En ik ben nu hierbij aangehaakt vanuit het regionale programma Zoetermeer 2025. Waarbij we samen met een hele hoop andere zorgpartners, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis in Zoetermeer, maar ook de Fundus Holding met alle onderliggende bedrijven, de gemeente, zorgverzekeraars, zijn we bezig om te kijken van wat kunnen wij nou doen om die gezonde regio Zoetermeer in de toekomst ook behapbaar te houden, betaalbaar te houden en te laten aansluiten bij wensen en behoeften. Ja. En in het kader daarvan zijn we nu ook bezig met een participatielijn, noem ik het maar even. We zijn nog in de beginfase om te kijken van wat kunnen we nou doen om die mensen in de stad te horen, te weten wat er leeft, te weten wat ze zelf al hebben bedacht en hoe kunnen we hen laten meedoen. Dus we staan aan het begin van een hele spannende reis. En ja. Ik ben heel enthousiast over je verhaal, dat zul je begrijpen. Ik zie alleen ook wel een hele hoop beren nog na de eerste gesprekken die ik ook binnen de organisatie heb. Van, we hebben het al zo druk en het kost zo ongelooflijk veel tijd. En daar ga ik mijn mensen niet voor vrijmaken. Spannend, maar ontzettend leuk. Ja, volgens mij werk je dan samen in Zoetermeer met iemand als Arjan in het veld, hè, geloof ik. Die is daarbij betrokken ook. Die naam, die ken ik niet, maar het is zo'n grote groep mensen waarmee we bezig zijn. Omdat Zoetermeer is echt ook bezig om een soort field lab te worden. Hè, om juist echt die transformatie en dat experimenteren, juist met dit soort gedachten, hè, echt naar de mensen toe gaan, echt begrijpen. Zoals Jessica zet dat nu ook in de chat, hè, van als je daar woont, er wonen natuurlijk al heel veel mensen, maar wij moeten ook leren wat daar gebeurt en dat dat veel omvangrijker is dan hun gezondheidsprobleem. Ja, precies. Ik moet daar zelf ook nog heel veel van leren, hoor. Ik heb heel veel te lang in een UMC vertoefd en veel te weinig me echt in die wijken en buurten echt goed begeven om te begrijpen
wat er gebeurt en hoe wij daar kunnen helpen. Ja, heel maar kom mooi. Gerust meekijken bij ons in Zoetermeer. Ik ben nu heel erg bezig om in de Bevenwaard te leren in Rotterdam en mm-hmm. in Delfshaven om te leren. En ik moet nog heel veel leren. Ja. En dat is ook wel wat ik probeer met elkaar te delen. Hè, is wij moeten heel veel leren. Jessica geeft bijvoorbeeld aan hoe het is om een uur in de rij te staan in de apotheek om in slaap te vallen bij het gekrijs van je buurvrouw. Dat zijn hele andere contexten dan mogelijk jullie en wij gewend zijn. En als we in onze eigen context blijven, dan zal dat een soort wij-zij verhouding blijven. Precies. Dat is ook precies wat in die tweedeling in de samenleving, en misschien is wel drie of vierdeling, maar in die constellatie lage en hoge zes. Dus het is heel mooi als wij ook echt leren hoe we daar hulp kunnen bieden of kunnen leren wat we daar moeten leren. Nou ja, mijn collega Mindy is er ook bij en vanmiddag. Mm-hmm. En zij zei ook heel terecht toen wij ook bezig waren met van nou, wat kunnen we nu doen? Van ja, maar misschien moeten we niet zomaar van alles willen doen. Maar moeten we eerst eens kijken of er niet andere belemmeringen zijn, sociaal gezien, waarmee we mensen eerst moeten helpen voordat ze überhaupt ook maar met ons mee kunnen doen aan het hele verhaal over gezondheid. Denk aan schuldenproblematiek. Dat als jij tot over je oren in de schulden zit, bijvoorbeeld, het is maar een voorbeeld, hoe kun jij dan bezig zijn met allerlei zaken over wat wil je met de gezondheidszorg? Heb je daar ideeën voor? Het is eigenlijk gewoon een heel, heel breed, brede aanpak die je zou moeten opzetten, denken Nico, wij. Mag ik daar nog wat bij inbrengen, bij dat laatste? Want ik denk inderdaad. Zeker, ja, zeker. Dat het ook een belangrijk punt is om wanneer je met mensen in gesprek gaat en zeker met mensen in een kwetsbare positie, dan zul je ook horen dat er natuurlijk veel meer in het leven van mensen speelt inderdaad, zoals wat net gezegd werd, schulden, armoede, weinig inkomen, geen baan, dat zijn allemaal andere zorgen waarbij we kunnen kijken van of je dus die sociale invalshoek zeg maar ook mee kunt nemen in je technologische vernieuwingen. En dat, dan denk ik dat je er ook op komt dat je ook wanneer je in gesprek gaat met mensen, ook die mensen kunt vragen met wie je nog meer in gesprek zou kunnen gaan, zeg maar in die sociale infrastructuur, in die wijken, in die buurten, om te helpen. En dan kom je misschien ook wel uit op mensen uit het sociale domein, bijvoorbeeld. Of mensen misschien wel uit van het buurthuis, die ook mee kunnen denken samen met de mensen. Ja, die hebben we nadrukkelijk ook in onze aanpak. Ja. Helemaal eens. Het is jammer dat Jessica is nu afgehaakt, tenminste dat geeft zij aan. Maar zij zegt eigenlijk het meest juiste, hè, wat we maar kunnen zeggen. Wij hebben in onze eigen sector geleefd, op onze eigen compound. Zij geeft aan, ik hoef niet meer te leren, ik ken dat al. Ik denk dat jullie, als je een keertje echt de stoute schoenen aantrekt, je jas aantrekt en gewoon echt die buurten en wijken met die mensen gaat leren optrekken. Er staat ook een vertrouwensband creëren met hen. En het is niet altijd makkelijk. Zeker gezien de eisen die het systeem of je organisatie vaak van je vragen. Maar het is wel echt noodzakelijk. En voor mij is het in ieder geval een enorme eye-opener steeds geweest, die ik jullie graag wil meegeven. Ga er naartoe. Schep een vertrouwensband. Ik heb die nu bij verschillende van deze mensen en buurten. Ik leer daar heel veel van. En ik leer daar ook van hoe het systeem van het onderwijs tot en met het bedrijfsleven, want die noemde Edith ook al, hè, hoe wij echt in de context, in de box kunnen leren van en met elkaar. En daar ook echt kunnen kijken, wat zijn nou de vereisten en de randvoorwaarden om die mensen ook echt te helpen. En dan het liefst zonder daarbij af te haken. We zullen niet moeten afhaken, maar met elkaar moeten erkennen dat wij zelf ook heel veel succes hebben gebracht, maar ook heel veel dingen heel wat beter hadden kunnen en moeten doen. Nico, ik zie nog een goede vraag binnenkomen van Rob van Bemmel. In hoeverre is e-health wel wenselijk als we ook zeg maar, de sociale omgeving van mensen erbij willen betrekken? Is e-health dan wel geschikt? Want er is steeds meer ook echt e-health en wat mij betreft dus e-stealth, is er ook echt geschikt om warme zorg te leveren.
weten trouwens wel dat heel veel mensen e-health en ook e-stel nog niet ervaren als warme zorg. En ook echt nog een soort grote distantie hebben naar die e-health. Omdat dat vertrouwen nog helemaal niet is. Maar er zijn genoeg tools. En ik ga toch maar even terug naar Cindy. Hè. Als ik kijk naar Ozo Verbindzorg. Dat zijn echt producten met diensten aan vast. Die echt al veel dichter bij die warme zorg komen. En waarvan heel veel mensen zeggen. Ja, dat vind ik heel erg acceptabel. En heel erg goed bruikbaar. En ja, als we dan wat meer van dit soort tools gebruik gaan maken. Kunnen deze tools ook verder doorontwikkeld worden met die mensen. En met die interactie, hè, want dat vind ik het belangrijke van Ozo Verbindzorg. Wij zullen erin moeten voorzien dat dat informele en formele zorgsysteem in wijken en buurten echt met elkaar gaat samenwerken. Wij kunnen niet eens één systeem bekostigen, zeker naar de toekomst niet. En als je goed kijkt in wijken en buurten, zie je dat er twee systemen zich aan het opbouwen zijn. Het informele systeem, de mantelzorg, respijtzorg, et cetera. En het formele systeem. En die interacteren veel te weinig met elkaar. En de bedoeling is, in 2030 moeten die informele en formele systemen moeten min of meer één zijn in de wijk en de buurt. Een heel mooi voorbeeld, wil ik jullie niet onthouden. Hè? In Utrecht, waar Anja van der A bezig is. Daar hebben ze met de gemeente Utrecht besloten dat in 2025 25% van de WMO-voorzieningen overgeheveld zijn naar de informele zorg, naar de buurtcoöperatie. En die gaan dat beheren, omdat zij veel beter weten wat ze zelf en hun mensen nodig hebben, die daar wonen, dan dat de formele WMO en gemeente dat weet. En dat is een experiment. Nou, daar zou je nou als hogeschool, als bedrijf aan bij moeten dragen om dat tot een succes te maken. Als je nou die beweging naar e-stealth, hè Nico, als je dat nou voor je ziet, zou dat ook betekenen dat we veel meer naar een soort community ontwerp toe moeten bij de ontwikkeling van innovaties. Ja. Dus samen met de mensen, maar ook met de zorgverleners, formeel, informeel. Exact. Ja, het is al heel erg goed mogelijk om een avatarretje te bouwen, hè. Een avatar dat ook leert te interacteren met een individu, een persoon. Ook op basis van de talenten. Hè? Want sommigen hebben heel veel talenten en sommigen hebben veel minder talenten om daarmee. En om die, wat nu gebeurt, hè, je krijgt een ziekte en je krijgt plotseling drie appjes mee naar huis. En die hebben allemaal een andere look en feel, een andere manier van bedienen. Terwijl je zou ook gewoon met je geboorte een avatarretje mee kunnen krijgen, die gewoon een eenvoudig je een beetje coacht op sommige momenten. Mm-hmm. En waarbij als je een ziekte krijgt of als je een uitdaging krijgt, dat er in de back-office van die avatar, waar je normaal gesproken een appje er weer bij kreeg, nu in de back-office van die avatar de informatie meekomt die eigenlijk in zo'n appje zou zitten. En die avatar die leert van de interactie met jou en je omgeving en van die nieuwe informatie die erbij komt. Die techniek is al mogelijk, maar die worden heel weinig echt ontwikkeld samen met mensen. Met mensen dus. Wordt nog de vraag gesteld, e-stealth, bij iemand die iets later binnenkwam, maar daarmee bedoel je eigenlijk de ontwikkeling van innovaties, digitale innovaties, waarbij je rekening houdt met de sociale context van mensen. Ja, en waarbij je dus niet e-health gaat. Want eigenlijk hebben we een soort e-sickness, hè? Want op het moment dat je ziekte krijgt, dan krijg je plotseling een appje. Nou, dan ben je eigenlijk al veel te laat. Zorg er nou voor dat in plaats van e-health je e-stealth krijgt. Hè? Dus in de back-office krijg je eventueel informatie, maar in de front-office ben je al jarenlang vertrouwd met jouw avatarretje. Die echt op jouw computer, op je laptop, op je telefoon, eventueel in een robot, zijn intelligentie kan gebruiken. Als je het hebt, ik wil even kijken naar nog wat vragen. Als je het hebt over het ontwikkelen, zeg maar, en het in gesprek gaan samen met burgers. Hè, samen met de mensen om wie het gaat. Paulien die geeft nog aan van dat zij het nog best lastig vindt om in gesprek te komen met de mensen waar het om gaat, om mensen te bereiken. He, dus dat is ook iets waar we aan moeten denken, dat er ook heel veel wegen zijn om dat gesprek aan te gaan. En hoe
hoe ga je dus die buurt erin? Dat kun je dus doen via de, ja, je kunt het ook doen via de huisartsenpraktijk of via de buurthuizen of via de kerken, de moskeeën. Er zijn natuurlijk tal van ambassadeurs, wijkambassadeurs, werken met taalambassadeurs, met ervaringsdeskundigen. Dus dat zijn allemaal mensen waarmee je dat eerste contact kunt zoeken. Ja, maar dit lijkt wel wat artificieel, hè? Om dat contact te zoeken via via. Dat kan, hè? Dat kan. Dat is helemaal niks. Maar contact heb ik vrij snel al ook gewoon door ergens een winkel binnen te stappen. Of bij Albert Heijn, hè, daar heb je tegenwoordig van die koffiecornertjes. En gewoon eens te luisteren. En bijvoorbeeld door gewoon eens echt in het, wat jij al aangeeft, hè, in het buurthuis. Maar er zijn ook heel veel, kijk maar eens naar Nederland Zorgt voor Mekaar, hè. Heel veel burgerinitiatieven en burgercoöperaties die er heel erg open voor staan om, nou, ik doe dat zo af en toe bij Anja van der A, bij Jan Smelik in Austerlitz Zorgt. Binnenkort ben ik op bezoek, hoop ik, met Samergo samen in Delfshaven. Je bent zo daar binnen en je bent zo, word je overdonderd door allerlei nieuwe impressies en beelden. Die je voorheen dacht van, oh, ik dacht dat het allemaal heel wat anders zat. Even terugkomend op wat Jessica net zei, hè, vanuit onze eigen compound en sector. Ja, dat is, het is heel goed mogelijk en schroom gewoon niet. Mag ik nog even, Nico, even naar een situatie waarin er, zeg maar, digitale innovaties zijn? Ik las in Zorgvisie van vorige week, hè, dat Diane Veldman van de directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie, ja. Hè, die zei daarvan, maar eigenlijk zou er naartoe moeten dat je, eigenlijk, nou ja, bijvoorbeeld de inspectie, hè, dat die veel meer zou moeten toetsen of controleren, zo je wil, of digitale zorg en digitale voorzieningen wel inclusief zijn. Ja, ze praten over inclusieve e-health. En ja, dan kom je eigenlijk op het punt van, zou je als voorwaarde kunnen stellen, bijvoorbeeld in het kader van contractering of financiering of subsidiering of whatever, zeg maar, van digitale tools, dat zij ook inclusief zijn. Wat vind je van zo'n gedachte? Ja, waar ik begrijp die wens. Wat ik echter zou willen zeggen is, dan organiseren we zaken veelal aan de achterkant. Want dan is de toolings al ontwikkeld en dan gaan we zeggen, daar moet het aan voldoen. Ik zou me kunnen voorstellen, dat zie ik ook steeds meer, dat bedrijven zijn erbij gebaat om hun producten en diensten die ze ontwikkelen, dat die geliefd zijn bij de mensen, vertrouwd zijn bij de mensen. Dus het begint wat mij betreft prima om het ook te regelen en vast te leggen en daar desnoods ook wet- en regelgeving voor te creëren. Maar het normale beloop zou moeten zijn, is dat wij zelf veel meer die drang krijgen om samen met mensen het te maken en het gewoon echt als we dan zeggen, dit is een oplossing, dat het dan ook echt een oplossing is. En dan zal de IGJ zeggen, ja, weet je, dan maken we een wetje erbij, maar 80% van die dingen die we nu zien langskomen, die voldoen daaraan, omdat ze in het begin al zo zijn begonnen. Het is omdat we nog met het oude systeem zitten, waarbij we alle e-health eerst maken en dat we dan zeggen, ja, maar het moet wel aan iets voldoen, zien we dat dan plotseling er een hele hoop gecorrigeerd moet worden en bijgesteld moet worden vanuit wet en regelgeving. Hier zit hem echt in om de hang te maken naar, oké, het moet in de box ontwikkeld worden met die mensen, wet en regelgeving, financiers, zorgverzekeraars. Ga eens echt in die box en ontwikkel daar. Wetend dat heel veel ontwikkeld is. Ik gaf het net aan, hè, 360.000 appjes en echt het gros is waste. Dat kunnen we nog vol blijven houden, maar dat is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, asociaal dat we dat nog doen. Helemaal mee eens. Ja, liefst. Terug naar de bron. Aan de voorkant. Terug naar de bron. Aan de voorkant bij de ontwikkeling van, bij het allereerste begin het gesprek aangaan met. Ik zit even te kijken, we zitten op 3 voor 4. Even nog een gelegenheid geven voor allerlaatste vragen. Zijn er nog vragen in de chat?
we nu... Ik zie daar... Nou ja, Nico, volgens mij heb je het wel gezegd, maar wat is jouw belangrijkste tip, zeg maar, om vanaf morgen of vanaf nu, zeg maar, met het ontwikkelen met burgers te starten? Get in the box is Engels, ga er naartoe. Ga leren en kijk... Nee, de belangrijkste tip is, kijk 's morgen in de spiegel. Wie moet er nou veranderen? Nou, die zie je dan voor je. En dat doe ik elke ochtend. En het lukt mij maar moeizaam. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar geleidelijk aan leer ik. En dat leer ik. Ik leer het meest als ik zelf acteer in de box. Het is ook altijd mooi, zoals jij het zegt, dienstbaar zijn aan. Ik ben dienstbaar aan. En dus jezelf uitnodigen om het gesprek aan te mogen gaan met mensen in de situatie, de leefsituatie. Robert, laat het heel duidelijk zijn. Daarvan heb ik heel veel van jullie tips geleerd de afgelopen tijd. En ik denk dat ik nog regelmatig bij Faros langs zal komen of mee zal moeten. Om ook echt alles te begrijpen. Doen wij natuurlijk graag. We zijn natuurlijk ook partner bij het hele missie gedreven. Zeker maar. Innovatiebeleid. Dus wij zullen daar ook zeker voor instaan. Om dat gesprek vanaf het allereerste begin met de mensen waar het om gaat te doen. Er wordt er een mooie tip van A. van Dam, de volgende masterclass, ook met de doelgroepen samen organiseren. Nou, sterker nog, dat is een hele goeie. Vorige week heb ik ook een sessie mogen leiden. Dat was weer in een hoogpolig tapijtkamer. En ik heb gezegd, kom de volgende keer alleen nog terug als het daar is waar de problemen zich voordoen. Dus in de box. Dus A. van Dam, to everyone. Nee, ik ben Anke. Hallo. Hoi, A. ja. van Dam. Oké, dan ga ik langzamerhand afsluiten. We lopen tegen vieren. Nico, heel veel dank. Zoals je het vaker hoort, een kosmisch applaus voor jou tijdens deze masterclass. Ik hoop richting iedereen dat het inspirerend is geweest, dat u nieuwe inzichten heeft opgedaan. Aanstaande maandag ontvangt u allemaal een e-mail met een terugkijklink, met de highlights van deze sessie en met daarbij ook de eerste van een serie artikelen die we gaan uitgeven in het kader van deze webinars. En dan begin volgend jaar volgt de tweede masterclass. Op locatie met de mensen waar het om gaat. En wij gaan u daar bij tijds over informeren. Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor de aanwezigheid en uw aandacht. Graag tot de volgende keer.